30 jaar mee aan het studie ben. En inderdaad, Peter begint daar ook onmiddellijk over van. Want ja, er is een versie in H2O waar ik dat al eens op een HP41 allemaal gedaan heb. En daar is ook een Kiwa-mededeling van verschenen. In die omgekeerde volgorde, eerst deze, dit was een verbetering. Daar zijn de Kiwa nog steeds verbolgen over. Dat er dus inderdaad daarna meteen een betere versie beschikbaar kwam. Ik heb een rijk verleden bij DNV. En de laatste 10 jaar ben ik eigenlijk weer bij Metzuur in de automatisering betrokken geraakt. Dat deden we eigenlijk ook al 20 jaar. Maar als parttimer werd ik door Hans van Dijk gevraagd, wat eigenlijk altijd mijn rechtstreekse collega is geweest bij DNV en nog steeds op de TU ook, van joh, wil jij niet de bachelor, master, educatie, het onderwijs daarvan doen? Dan gaan mijn vaste medewerkers gewoon promoveren en dan leveren ze tenminste zelf op. En dat heb ik dus gedaan. Daar zijn uiteindelijk zijn er dus inderdaad dit soort boeken van verschenen. Dat is ons college materiaal, zowel het Nederlands als het Engels is dat verschenen. En de laatste paar jaar ben ik heel actief geweest in het open courseware. Dat betekent dus dat alle colleges die van Hans van Dijk gegeven heb, die kun je tegenwoordig ook gewoon thuis vinden. Die kun je nakijken, lezen, de documenten die zijn daarvoor beschikbaar. En de colleges kun je gewoon in streaming video allemaal zien. Deze show die draai ik morgen ook in Delft, wordt ook opgenomen. Dus voor degenen die er niet bij zijn, maar dan heb je hem in het Engels, vandaag hebben we hem gewoon in het Nederlands. Het hele programma heb ik dus in 4 deeltjes. Ik wilde dit halen voor de pauze en dan dit na de pauze. En dat is voor het eten en na het eten te doen. En het eerste deel is eigenlijk gewoon een beetje een uitleggen van ja, wat is dat nou eigenlijk en waarom doen we dit eigenlijk? Nou, dat kun je eigenlijk vrij simpel beschouwen onder wat ik mijn studenten ook eigenlijk al nog steeds zeg. Ik heb eigenlijk 2 mededelingen, dat is een goed bericht en een slecht bericht. En dat slechte bericht is dat alle waterchemie die jullie tot nu toe bij ons kregen en gehad hebben, die is gewoon te simpel om waar te zijn. Het goede bericht is dat ingewikkelde chemie is nou niet zo moeilijk meer. En dat hoop ik vandaag in wezen te laten zien, dat je met hele ingewikkelde chemie gewoon veel makkelijker uit de voeten kan dan de eenvoudige chemie die we ons tot nu toe hebben aangeleerd. En wat bedoel ik dan met eenvoudig en wat bedoel ik met ingewikkeld? Eenvoudig is, wij denken allemaal van, als je één stof bij een andere stof, dan krijg je automatisch een andere stof. En wij denken dat sulfaat bijvoorbeeld als voorbeeld, dat dat altijd dit ion is. Echte chemici, die zeggen, nee, zo zit het helemaal niet. Elke reactie is een evenwicht. Het kan linksom, het kan rechtsom, afhankelijk van de conditie. Dus er ontstaat niet die kant op, het kan ook die kant ontstaan, kan ook weer terug. En sulfaat, denk niet dat het idee dat dit sulfaat is wat in water, want daar hebben we het met elkaar over. In water hebben we deze vormen van sulfaat, die kun je allemaal aantonen. Dat wil zeggen, in concentraties waar we tegenwoordig kunnen meten, 10 tot en met 20ste, 10 tot en met 21ste, maar mathematisch gezien klopt dat. En voor de echte puristen onder ons weten we natuurlijk dat we sulfaat op 2 manieren schrijven. Maar daar ging het niet over. Ook die ontwikkeling is iets van de laatste 20 jaar. Die simpele chemie, die kun je onder andere terugvinden in de NEN, die wij in Nederland hanteren. Daar hadden ze zich al net iets gerealiseerd dat er ook iets was van ionpaarbinding. Dat je dus wel een deel van dat calcium wat in het water zat, wel ergens anders aangebonden zou kunnen zitten. En daar hebben ze dus een correctiefactor op gehaald van de evenwichtsreactie. Maar dat was nog in de tijd dat iedereen discussieerde over de echte evenwichtsligging. De DIN, de Duitse norm, 5 jaar later, die had dat alweer veel beter uitgezocht. En die zegt, nou wil je iets over een SI, de saturatieindex, ik ga ervan uit dat jullie een zekere mate van chemische kennis hebben, dus ik hoef niet, denk ik, alles uit te leggen. Maar de oververzadiging van calciumcarbonaat, de SI-waarde, dan moet je wel degelijk rekening houden met deze ionparen. Want anders kun je het niet goed uitrekenen. Dat is in 1995 het geval. In Amerika, daar hebben we allemaal de standard methods. Misschien hebben jullie wel gezien, die dikke pillen. Die kennen dat ook, die onderscheiden dat al heel lang. Die zeggen van nou, de simpele methode is dat je eigenlijk moet zeggen van nou, de echte calcium, daar moet je nog weer een deel van aftrekken. Dat is de calcium wat niet vrij als ion beschikbaar is, maar weer gebonden is aan andere componenten, zoals ik je net aangaf. En met dat vrije ion, daar geldt die oplosbaarheidsproducten van. Die moet je daarvoor inzetten. En je kan die meestal wel verwaarlozen, maar op een gegeven moment niet meer.
Dus als je wat meer stoffen in het water hebt, sulfaat is een typisch kenmerk daarvan, dan gaat die jompa met calciumsulfaat, dan gaat dat een rol spelen. Zij hanteren deze simpele formule, maar zeggen als het echt ingewikkeld wordt, meer water erin zetten, dan moet jij niet meer van deze simpele formules gebruik maken, maar moet je gebruik maken van computerprogrammatuur die hiervoor beschikbaar is. En daar hebben ze een heel rijtje van. En een van dit rijtje is, dat heette toen de tijd Freak E, dat is de voorloper van wat ik vandaag laat zien. Typisch kenmerk daarvan is wat ook in die sommetjes zat, we rekenen niet alleen de SI uit, maar ook de hoeveelheid materiaal die kan neerslaan, of in omgekeerde volgorde CO2, wat kan reageren met calciumcarbonaat. Dat ziet er zo als PACC. Sommige Nederlanders noemen dat TACC. Ja, PACC, wat doe je ook? Ja, dat is praktisch, maar dit is theoretisch. Oké. Okay, ja. Ja. En dat is wel hetzelfde? Ja, de theoretisch is wel. Praktisch is ook in een neerslaat. En als je maar lang genoeg wacht, is praktisch ook theoretisch haalbaar. Dan even die Freak E die we net zagen. Dat is inderdaad een ontwikkeling die in 1980 begonnen is. En dat is eigenlijk nog steeds gaande. Het heet tegenwoordig Freak C, het calculation. En dat is eigenlijk gemaakt door de United States Geological Survey. Dat is de overheidsdienst van de overheid. Velen van jullie kennen die instantie niet. Waar jullie wel van gehoord hebben is de EPA, meestal. Dat is de Milieudienst. De ondergrondse olie en alles wat in de ondergrond zit, dat is de United Geological Survey. In Nederland zei je dat de dienst grondwaterverkenningen, maar dit is echt een 100% ambtenarendienst. En die maken dus ook allerlei dingen, net als de EPA dat doet. En als een echte overheidsdienst, dat is allemaal gratis. Het wordt dus gemaakt en de wetenschappers daarvan is allemaal openbaar en allemaal beschikbaar. Dit is van hun website. En daar kun je dit allemaal downloaden. Dit is een aantal mensen die hier gewoon hun hele dagtaak van 1980 aan werken. Niet om dit te maken als software, maar gewoon als ondersteuning voor al hun wetenschappelijke publicaties, onderzoekingen, hoe het in Amerika er aan toe gaat. Om je een beetje een beeld te geven, zeg ik wel eens van nou, frictie, dat is eigenlijk heel simpel. Ik neem aan dat jullie deze allemaal op je bureau, iedereen heeft dit natuurlijk, hè? Wie kent dit? Ja. Als je watertechnoloog bent, dan heb je dit in ieder geval onder je kussen liggen. Huh? En de volgende stap is dat je het ook een keer gelezen hebt. Maar aquatic chemistry is feitelijk de hele chemische basis van waterchemie. En die hele basis, nou, voor vele mensen is het geen doorkomen aan, die hebben we nu in de computer staan. En even snel, van, die kent dus allerlei verschillende redoxstaten, chemische elementen, achtergrond, databases. Ik wil er niet te veel op ingaan, dat kan over het vraaguurtje. In die frictie die dan vrij beschikbaar is, om je daarvoor te helpen, hebben we eigenlijk een drietal versies. De batch-versie, dat is eigenlijk een hele oude ontwikkeling. De grafische interface en de modules die je in andere programmatuur kan inbouwen. Dat is eigenlijk een beetje de ontwikkelinggang in de afgelopen jaren geweest. In de oude tijd had je gewoon DOS-machinetjes. Dan moest je dus een invoerfijltje invoeren. Daar werd gerund, kwam een outputfijltje uit. Gewoon de batch-versie van tekst. Typisch kenmerk zie je hier ook eigenlijk dat het is een inputbestandje. En er zit een bestand in waar de hele chemie in zit. Dit bestand is voor iedereen vrij leesbaar en iemand die een beetje weet hoe Stoem en Morgan in elkaar zit, kan ook gewoon die hele database lezen. Die ziet onmiddellijk, oh, deze reacties staan erin, deze K-waarden staan erin, deze ionpaarsterkte wordt er rekening mee gehouden. En eigenlijk Freak C is niets anders dan een evenwichtsvergelijking oplosser. Een aantal van jullie kent misschien wel eens gebruik gemaakt van distributienetberekeningen. Dat is feitelijk precies hetzelfde. Je configureert een hoeveelheid leidingen, die zet je erin. En daarna wordt die som opgelost in een stelsel vergelijkingen. Dat is frictie ook niet anders, een stelsel vergelijkingen oplossen. Dit kun je lezen en dit vul je er zelf in. Dus zo controleer je de output. En dit is eigenlijk ook de reden waarom het in de wetenschappelijke wereld zoveel ophef heeft gemaakt. Omdat alle wetenschappers ook gewoon kunnen zien wat erin zit. Dit in tegenstelling tot vrij veel gesloten programmatuur. Die zeggen, je moet maar geloven dat het allemaal goed is. En we hebben dat omschreven, maar je kan niet lezen. Nou, hier kun je alles zien.
Er is er natuurlijk een Windows-versie van gemaakt, en is het eigenlijk in dezelfde lettertype, andere lettertype, ziet het er mooier uit, maar het is nogal hetzelfde. En die COM-module die er nu ook is, precies hetzelfde. Niks anders, gewoon hardcore een equation solver. Die 1980, dat laat ook zien van de laatste versie, elk jaar komt er wel weer een verbetering en een toevoeging op uit. Dat is eigenlijk ook al vanaf 1980 zo. Nou, de laatste versie is 2.18.3, drie maanden geleden. Twee of drie versies per jaar komt daarop uit. Binnenkort verwachten we weer een nieuwe versie die weer meer grafische mogelijkheden heeft. En eigenlijk frisie bij de watertechnologen kent niemand het. Maar zodra je met een echte geodroloog, zijn hier echte geodrologen? Ik durf het bijna niet te vragen. Een echte geodroloog die kent dit. Want dit is het de facto standaard in waterchemie in de ondergrond. En waarom is het zo de facto standaard? Omdat er zo ontzettend veel materie in zit. En omdat de waterchemie in de bodem veel ingewikkelder is dan waterchemie in de zuivering. En zuiveraars die denken, wij kunnen het wel uit hun hoofd. Mensen in de ondergrond, die laten dat uit hun hoofd, dat ze dat kunnen. En die gebruiken deze uitgebreide tool daarvoor. En juist in al die jaren, zoek maar de wetenschappelijke literatuur erop, van je komt het overal tegen. Laat ik zeggen, het begint steeds populairder te worden. Maar ja, waarom is het dan niet populair in de waterbehandeling? Het is eigenlijk heel simpel, het is gewoon veel te moeilijk. De opstap voor de gemiddelde watertechnoloog, dat begint het al, stap 1, dan wordt er gevraagd, hoe zit het met je redoxpotentiaal? Nou, een gemiddelde watertechnoloog gelooft niet dat er stroom komt uit je water, dat er een batterij iets is, redoxpotentiaal en dat soort zaken, nee, dat doe je eigenlijk niet. Dus die haakt al af op puntje 2. En die stap wordt eigenlijk niet gemaakt en dan zeggen, nou, dit is met ingewikkeld. Dat is ook ongeveer de reden waarom iedereen afhaakt bij Stoem en Morgan. Dat begint op pagina 20 tot en met pagina 100 doen we even de thermodynamica en hoe dat even allemaal zo met elkaar zit. En dat is voor de meeste mensen al het idee van dit gaat helemaal niet over water. Dus het wordt niet gebruikt omdat er dus ook geen tools voor beschikbaar zijn. Het is eigenlijk, het wordt ook niet onderwezen. En daarom heb ik me de onmogelijke taak gesteld om dat nou eens te gaan proberen. Dat idee komt niet van de ene dag op de andere dag. De afgelopen jaren hebben we in Delft diverse promovendi hiermee gerekend. En inderdaad ook gewoon ondersteund door degene waar het mede voor gemaakt is. En dat is namelijk een vrij belangrijke inbreng van de Universiteit van Amsterdam. Tony Apollo die daar heel actief in geweest is. En die heeft dus eigenlijk ook steeds samengewerkt met de United States Geological Survey. En Vincent Post is daar een medewerker van. Dus de Universiteit van Amsterdam heeft eigenlijk altijd vrij intensief met deze dienst samengewerkt. En daar maakten wij dan weer contact mee. En zo maakten we in die promovendi verhalen van arsenicum verwijder ondergrondse ontijzering, kregen wij dus daar de ondersteuning van. En nu passen we dat toe. Onder andere Jink heeft daar gebruik van gemaakt met zijn afstuderen. En mijn laatste student, dat was de zoon van Hans van Dijk, die ik daarmee op pad geholpen heb. En eigenlijk het grote belangrijke aspect is eigenlijk sinds april 2010, toen ga je pas zien, ah, maar nu wordt het beschikbaar voor iedereen. Want als je het als COM-object kan hebben, kun je het gewoon inbouwen in MATLAB, kun je het gewoon inbouwen in Excel. En dan moet het toch wel toegankelijk zijn te maken. Nou, daar hebben we dus een boekje van gemaakt, een zelfstudiecourse. Kun je ook gewoon terugvinden op het internet. Ik ga vandaag, dit is volume 1, ik probeer vandaag volume 2 en volume 3 daar iets van te behandelen. Dan kun je een aantal dingen overslaan, maar hier kunt u het allemaal nog eens op teruglezen. Dit staat gewoon op de website die we daarvoor hebben. Dit zijn die volumes die je hebt.